God zij met ons Suriname, hij verhef ons heerlijk land. Hoe wij hier ook samen kwamen, aan zijn grond zijn wij verpand. Werkend houden we in gedachten, recht en waarheid maken vrij. Al wat goed is te betrachten, dat geeft aan ons land waardij. Geachte schoolleiders, leerkrachten, ouders, lieve leerlingen en landgenoten. Vandaag begroet ik jullie allen met veel hoop, vrede en enthousiasme. Op naar de nieuwe school en academisch jaar voor jullie allemaal. Ik begin allereerst met onze lieve leerlingen en studenten. Jullie hebben net een vakantieperiode afgesloten. Ik hoop dat jullie allemaal op je eigen creatieve wijze de achterliggende weken met je lieve mama, papa, broertjes, zusjes, kortom met je vertrouwde familie en kennissen een goede tijdbesteding hebben gehad. Lekker is maar één vinger lang, zegt men toch. Dus zijn jullie weer gereed om vroeg op te staan en naar de school te gaan? Mijn lieve kinderen, ik voel mij nog steeds kind. Dat gevoel moeten we jullie nooit kwijtraken. Als jullie veel ouder worden, zullen jullie begrijpen waarom de schoolperiode zo belangrijk is voor jullie. Ik wil alleen maar zeggen, ga met frisse moed naar school. Werk met discipline aan je schoolhuiswerk en wees trots op jezelf, op de mooie resultaten die jij zelf boekt om naar het volgende schooljaar te gaan. Ik mag je verklappen dat je heel je leven lang lessen zult leren. Dus studeer met plezier, jongens en meisjes, en vertel aan je ouders elke dag wat je op school hebt gedaan. Stel vragen als je iets niet begrijpt. Wees nieuwsgierig om meer te weten over wat je geleerd hebt. Lees veel en praat met je vrienden erover en zo worden jullie straks de nieuwe leiders van het land. Wij ouderen moeten het aan jullie straks overdragen en jullie moeten het beter doen dan wij. Zo ontstaat er groei en bloei voor elk van ons. Alvast een hartelijk applaus voor jullie talenten die we gedurende dit schooljaar gaan ontdekken bij jullie. Zeer geachte leerkrachten en schoolleiders, jullie zijn een heel belangrijke factor van en in het onderwijs. De leerkracht heeft een niet te onderschatte verantwoordelijkheid voor de vorming van het kind. Dat werkt door in haar of zijn leven. Leven lang leren is een must volgens de UNESCO en dit is inherent aan het beroep van educator. Dit gezegd hebbende wens ik u voor dit nieuw schooljaar heel veel kracht en wijsheid toe. Laten we 2024-2025 met veel meer overleg en dialoog en eensgezindheid werken aan een krachtig en veerkrachtig onderwijs voor elk Surinaams kind en ons eigen Surinaams identiteit duurzaam blijven ontwikkelen. Beste landgenoten, in het bijzonder de ouders, als minister van OWC sta ik vandaag aan het begin van een mooi nieuw schooljaar. Het is van belang dat uw ouderparticipatie optimaal is om dit tot een succesvol jaar te maken. Het ministerie OWC rekent dit jaar weer op uw fantastische bijdrage en inzet. Een korte terugblik op het schooljaar 2023-2024. Het schooljaar 2023-2024 was een bewogen jaar met zowel positieve ontwikkelingen als uitdagingen in het onderwijs. Een bewogen jaar noem ik het. Afgelopen jaar, omdat er veel is gebeurd. Er is veel mis in het onderwijs, maar er gaat gelukkig ook heel veel goed. We krijgen steeds meer grip op de onbeheerste processen binnen de drie beleidsgebieden van het ministerie waaraan ik leiding geef, te weten onderwijs, wetenschap en cultuur. Een vooruitblik 2024-2025. Vandaag maken we ons klaar voor de start van een nieuw schooljaar. 2024-2025. Het schooljaar 2024-2025 biedt nieuwe kansen en de noodzaak om ons onderwijssysteem verder te versterken. De wereld, onze samenleving en onze arbeidsmarkt veranderen snel door globalisering,
digitalisering en technologische vooruitgang. Ook scholen en opleidingen wordt gevraagd mee te gaan met deze veranderingen om leerlingen en studenten goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Zij willen zekerheid over de waarde van hun diploma en over hun toekomst. Ouders verwachten onderwijs op maat en werkgevers eisen meer vaardigheden van afgestudeerden. In het onderwijs zelf zijn er grote zorgen over het tekort aan leraren en schoolleiders. Is ons onderwijssysteem klaar voor de toekomst? Dit zal de centrale vraag van de Rede 2024 zijn. De komende generaties, leerlingen en studenten verdienen de garantie dat hun opleiding in ieder geval aan belangrijke basiseisen voldoet. Ik vraag me echter af als het onderwijs deze garanties kan blijven bieden. Hoewel ons onderwijsgebied nog op een redelijk niveau is, hebben we de afgelopen jaren zorgelijke ontwikkelingen laten zien. Nu zien we dat scholen en opleidingen hiermee aan de slag gaan, maar allemaal eigen oplossingen kiezen. Dit leidt onvoldoende tot duurzame verbeteringen en bereidt het onderwijs onvoldoende voor op de toekomst. Waar ik tegelijkertijd van overtuigd ben, is dat het wel kan. Want er zijn krachtige initiatieven, de betrokkenheid is hoog en het stelsel biedt volop ruimte. Het ontbreekt alleen aan een duidelijk fundament van gezamenlijke doelen met eindpunten. Dit fundament vraagt om iets minder vrijheid en vrijblijvendheid. Hier zijn richting en keuzes belangrijk. Het is zaak dat iedereen, van leraren en onderwijsinspectie tot overheid, de bijbehorende eikpunten helpen bewaken. En dat schoolleiders, leraren en bestuurders niet alleen vernieuwen en verbeteren, maar de vernieuwing ook aan die eikpunten toetsen. Eikpunten helpen om de vele initiatieven te richten en in het onderwijs een volgende stap te zetten. Het klinkt wellicht abstract, maar de opgave is voor iedere partij heel concreet de zaken te benoemen. Een evaluatie van het schooljaar 2023-2024. Positieve resultaten, ondanks tegenvallende factoren zoals stakingen van schoolvervoer en leerkrachten, ontevredenheid van onze leerkrachten, onbegrip voor de ingezette onderwijsvernieuwingen, betalingsachterstanden, achteruitgang van onze onderwijsinfrastructuur en verschijnsel als gevolgen van klimaatsverandering. Ondanks de problemen hebben we toch redelijke onderwijsresultaten behaald. Onderwijsresultaten, we bespreken een aantal, de basisschool ten eerste. De basisschoolresultaten bij basisschool zijn over het algemeen bevredigend. De 10-jarige basisschool laat betere resultaten zien, vooral door de meer gerichte selectie van leerlingen na het 10e jaar. Alles begint op de basisschool met het bouwrijp maken en de eerste steentjes te leggen. Er is een waaier aan mogelijkheden om het onderwijs dynamisch en actueel te laten zijn, de context te verbreden en de leerlingen helder en kritische denker te laten worden. In het 10e leerjaar wordt veel gerichter gekeken naar het schooladvies dat op basis van een assessment plaatsvindt bestaande uit 4 componenten. Bewust is gekozen voor een selectie op 14-jarige leeftijd dan eerder de vroege selectie op 12-jarige leeftijd, de bekende GLO-toets. Nu merken wij op dat leerlingen in het 10e leerjaar voor algemeen vormend en beroepsonderwijs kennis maken met verschillende studiemogelijkheden. Voor een vergelijkbaar ingrijpende studiekeuze staat iedereen vaak als jongere bij de keuze van een opleiding of een beroep. Wat wil ik later worden? Deze keuze bepaalt immers voor vele jaren de aard en het werkterrein van de dagelijkse werkzaamheden. Als die blijken tegen te vallen, is een overstap niet zomaar gemaakt. Dus dan zit je langdurig op een plek die niet bij je past en waarvan je niet gelukkig wordt. Veel jongeren zitten op school in die situatie. Soms blijven ze maar zonder enthousiasme of motivatie. Anderen vertrekken voortijdig met een beetje geluk naar een andere opleiding. Erger is het als ze school en opleiding voor gezien houden en kiezen voor veelal tijdelijke baantjes met het risico van langdurige werkloosheid in het verschiet.
Vanuit de bekende economische overwegingen enerzijds en de persoonlijke ontwikkelingskansen van elke jongere anderzijds is dit een ongewenste verspilling van talent. Dat er vaak wel is, maar zoek raakt door zo'n verkeerde keuze. Kies nodig waarover jongeren niet vanzelfsprekend beschikken. Familie en vrienden weten vaak te weinig van opleidingen en zijn zelden toegerust met de coachingsvaardigheden die nodig zijn om hierbij adequaat te kunnen helpen. Persoonlijke kwaliteiten en ambities zijn nu eenmaal moeilijker vast te stellen dan de omvang van het gezin waaraan woning of autoplaats moeten bieden. Scholen en docenten die de kwaliteit van de keuze van leerlingen voor een opleidingsrichting en beroepstoekomst zouden willen versterken, doen er goed aan om veel aandacht te besteden aan de ontwikkeling van loopbaancompetenties. Hiermee vergroten ze meteen de arbeidsidentiteit van leerlingen, wat eveneens heel goed blijkt door te werken in de leermotivatie en passant de dreiging van voortijdige uitval vermindert. Het afgelopen schooljaar hebben wij door onze ingreep met de herkansingsscholen en de aandachtsscholen gezien dat kinderen ondersteund zijn geworden om met nog wat extra begeleiding de eindstreep te behalen. Tegelijkertijd heeft de herinvoering van de overgangsnormen een groep blijven zitters vermeerderd. Voor hun zullen we de zorg opvoeren het komend schooljaar. We zien in ons basisonderwijs 84.522 leerlingen, dat bedoelen we op leerjaar 1 tot en met 8, en 20.618 leerlingen in de bovenbouw leerjaren 9 en 10. Hoewel er een positieve houding is ten opzichte van de thuistalen van leerlingen, blijft Nederlands dominant als instructietaal en er is geen expliciet taalbeleid op scholen. Het gebruik van de thuistalen van leerlingen wordt, behalve op de international school, zoveel mogelijk voorkomen. Impliciet is er sprake van een eentalig Nederlands beleid. Men weet dat de thuistalen van leerlingen om verschillende redenen van belang zijn, maar het is niet altijd mogelijk die kennis in de praktijk te brengen. Aangezien men vastzit in een bepaald systeem en niet altijd beschikt over de tijd en middelen om daar iets aan te veranderen. Er zijn positieve attitudes over de verschillende talen en meertaligheid, maar tegelijkertijd wordt de thuistaal vaak ook als belemmering gezien voor het leren van het Nederlands. Het voortgezet onderwijs heeft een aantal aspecten. Ons voortgezet onderwijs kent nu twee segmenten. Het ene is algemeen vormend en het andere is beroepsvorming, bestaat uit de 11e en de 12e leerjaar en vervolgonderwijs naar HAVO. Daar kennen we een 2- en een 3-jarige en het VWO. Daarnaast kennen we de beroepsvorming via de 11e en de 12e leerjaar naar NATEN en IMEAO. De toetsresultaten van het afgelopen schooljaar van de verschillende scholen geven over het algemeen een positief beeld. De toetsresultaten van het afgelopen schooljaar van verschillende schooltypen geven over het algemeen een positief beeld. Basisonderwijs. Assessment leerjaar 10 heeft opgeleverd een percentage van 56,7% aangeslaagden. MULO oude stijl 62,2%. HAVO 2-jarig 67%. HAVO 3-jarig 67%. HAVO avond 81,8%. VWO openbaar en bijzondere scholen de dagopleiding 79%. VWO particuliere scholen dag 88,1%. VWO openbaar en bijzondere scholen in de avonduren 48,1%. Pedagogische instituten, de nieuwe leerkracht dagopleiding 71%. Pedagogische instituten, nieuwe leerkracht avond 72,6%. NATEN dag 86,3%. IMEAO dag en avond 20%. Het beroepsonderwijs moet meer worden gepromoot. Daar leer je wat je echt nodig hebt voor een baan. We willen ook dat de verschillende soorten onderwijsniveaus beter op elkaar aansluiten. Bijvoorbeeld als studenten klaar zijn met LBO en door willen gaan naar
MBO en het HBO. Binnenkort zal ik een commissie benoemen die voor mij gaat onderzoeken hoe wij de beroepsstroom kunnen bevorderen in de kolom van het beroepsonderwijs. De centrale boodschap voor de commissie als opdracht is dat er kwalificatiewinst gehaald kan worden door een combinatie van het verbeteren van het rendement en het vergroten van de doorstroom. Een voorwaarde voor rendementsverbetering en vergrote doorstroom is het centraal stellen van de loopbaan van deelnemers. Dat betekent dat er vorm moet worden gegeven aan een optimale schoolloopbaanontwikkeling en schoolloopbaanbegeleiding. Mogelijk de inzet van een middelenmix die we daarvoor moeten inzetten omvat verschillende punten. De vormgeving van de loopbaanbegeleiding zelf, een voor het beroepsonderwijs geëigende pedagogisch-didactische benadering die deelnemers bindt en boeit. Verder een intensieve bevordering van verticale samenwerking tussen scholen voor beroepsonderwijs. En een samenwerking met het bedrijfsleven. Materieel vraagt zo'n idee om extra langdurige investeren vanuit een stimulerende en faciliterende overheid. Dames en heren, jongens en meisjes. We hebben zeker tekortkomingen in ons onderwijssysteem en deze moeten gaandeweg worden opgelost. Daarvoor moet beleid worden ontwikkeld en daarvoor is geld en politieke commitment nodig. Want er zitten veel diepere oorzaken die we moeten gaan benoemen en structurele antwoorden daarvoor vinden. Aandacht voor onderwijs in het binnenland is een belangrijke issue. Zo kennen we de specifieke problematiek van het onderwijs in het binnenland. Scholen in het binnenland hebben te maken met ernstige infrastructurele problemen en een tekort aan leraren. Het is niet alleen een onderwijsprobleem. Een integrale aanpak is nodig waarbij ook de sociale infrastructuur wordt verbeterd en een nader onderzoek wordt verricht naar het bestaan en de kwaliteit van de sociale infrastructuur van voorzieningen en arrangementen in de districten, resorten en wijken waar ze leven. Neem nu zaken als sporthallen, bibliotheken, winkels, supermarkten, politiebureaus en buurthuizen die vaak ontbreken binnen onze sociaal-infrastructurele mogelijkheden. Het wel of niet aanwezig zijn van deze mogelijkheden bepaalt extra het succes van onderwijsprestaties van onze leerlingen. Op 25 oktober 2024 wordt een seminar gehouden in Paramaribo Hotel Torarica over een integrale aanpak van het onderwijs in het binnenland, waarin ook de rol van sociale netwerken en voorzieningen wordt besproken. We kennen nog te veel armoede en achtergesteldheid van groepen Surinamers. Dat betekent dat we meer eerlijke kansen moeten ontwikkelen middels voorkeur en achterstandsbeleid voor elke Surinamer. Het onderwijs heeft tot taak deze eerlijke kansen te bevorderen en in te zetten op een nieuw soort van scholen. Ik noem het brede buurtscholen. Daar kan ieder kind vanaf 2 jaar terecht voor goed onderwijs. We noemen dat de voorschoolse opvang. Op die scholen leer je werken met computers en internet. Je doet aan sport, je leert over cultuur en over gezond leven. Zo raakt niemand achterop, iedereen krijgt dezelfde kansen. De onderwijsvernieuwingen zijn belangrijk voor Suriname. Wij hebben wederom betere stappen gezet in ons proces aanpak voor de onderwijsvernieuwing. We hebben onze 3 beleidsdocumenten klaar. Het gaat om de input van het onderwijscongres van oktober vorig jaar dat nu is verwerkt in een verslag en in een nationaal onderwijsbeleidsplan 2024-2031. Dit document verwoordt de onderwijshervormingen en zal dienen als leidraad voor de komende jaren. We hebben nu het onderwijsvernieuwingsproces in een document verwoord. Er zijn 3 wetten klaar die nu naar DNA gaan. Het gaat om de wet op de 10-jarige basisschool, de leerplichtwet en de wet op onderwijstoezicht met de nieuwe rol voor ons onderwijsinspectieapparaat. Daarnaast ook de wet voor hoger onderwijs. Ik blijf erbij dat de ingezette onderwijsvernieuwing erg bepalend zijn voor de toekomst van ons land. We moeten daarom blijven geloven in wat wij aan het doen zijn
Er zijn zeer bepalende actoren van belang voor het succesvol traject van de implementatie van de vernieuwingen. En dat heeft te maken met de inzet van de leerkracht, de schoolleider, de leerling, de inspecteurs en de ouders en verzorgers. Leraren, schoolleiders en schoolbesturen hebben de taak ervoor te zorgen dat de leerling en studenten hun opleiding afronden met voldoende kennis en vaardigheden en hun onderwijs op zijn minst aan eikpunten voldoet. En als u als leraar, schoolleider of bestuurder vernieuwingen voorneemt, maak dan tevoren inzichtelijk hoe dat bijdraagt aan de kern van het onderwijs. Evalueer daarna en stel waar nodig bij. Want alleen op die manier kunt u de inspanningen verantwoorden naar leerlingen, studenten en ouders, naar uzelf en naar uw collega's. Het klinkt zo vanzelfsprekend, maar het gebeurt te weinig. En een andere opgave aan scholen en besturen is: deel uw ervaringen en kennis. Durf te vragen en durf successen en mislukkingen te delen. Want van elkaar leren en goed evalueren helpt leraren, schoolleiders en schoolbestuurders om hun energie te steken in oplossingen die zich al bewezen hebben, in plaats van zelf het wiel uit te moeten vinden en totaal van verwisselende oplossingen te komen. Leerlingen. Daar is een cultuuromslag voor nodig in de benadering van leerlingen. Het gaat om een andere manier van denken en spreken over zorgleerlingen en het vraagt van leerkrachten een onderzoekende houding, zoals bereid zijn uit te zoeken wat een leerling nodig heeft. Besluiten om bij sommige leerlingen iets anders dan anders te gaan doen en vervolgens kijken of dat ook daadwerkelijk effect heeft. Leerkrachten. De rol van de leerkracht is cruciaal. Het ministerie zal investeren in de motivatie en professionalisering van leerkrachten, waarbij meer aandacht wordt besteed aan de relatie tussen leerkracht en leerling. De houding van de leerkracht tegenover zijn of haar leerling is: toon alsjeblieft interesse en betrokkenheid. Of mag ik zeggen liefde. Wanneer een leerling merkt dat je echt in haar geïnteresseerd bent, echt naar haar luistert, haar serieus neemt, zijn de lessen beter. Je leerlingen zijn meer gemotiveerd wanneer je duidelijk kunt maken waarom ze iets moeten leren. Goede lessen vragen om een goede relatie met de leerling. Voor leerkrachten houdt het kindvriendelijk maken van onderwijs heel veel meer in dan het nemen van administratieve en klassenmanagementmaatregelen. Hier volgen enkele tips voor andere voornemens. 1. Voor de leerlingen in het lokaal zijn en maak contact met hen als ze binnenkomen. 2. Geef het begin van de les duidelijk aan, wacht daarna tot het voldoende stil is. 3. Deel mee wat er gaat gebeuren in de les, doel, inhoud, werkwijze. 4. Spreek je waardering uit of laat deze blijken bij dingen die de leerlingen wel goed doen, ook in situaties die uitnodigen om te gaan mopperen en alleen te benoemen wat er niet goed is. 5. Geef er blijk van dat je signaleert wat er in de klas plaatsvindt, bijvoorbeeld door rond te kijken, de klas te observeren, bij het wisselen van werkvormen en zo nodig aanwijzingen te geven en dergelijke. 6. Toon belangstelling voor je leerlingen en durf de tijd te nemen om met de klas dingen te bespreken die op een bepaald moment spelen. Richt kritiek alleen op de inhoud van de ideeën of op gedrag, zonder daarbij de leerling als persoon aan te vallen. Laat je als mens zien. 7. Laat het bijvoorbeeld merken dat je enthousiast bent of als de leeractiviteit, leerresultaat of het gedrag van de leerling een bepaald effect op je hebben. Schoolleiders dragen de verantwoordelijkheid voor zowel het beleidsmatige en organisatorische als het onderwijskundige beleid. Het ministerie zal trainingen aanbieden om hun dubbele rol te professionaliseren. Het ministerie is van mening dat schoolleiders verantwoordelijk zijn voor de school als geheel. De overheid geeft overigens uiterst sommige regels voor het management van scholen. Deze regels zijn voornamelijk terug te vinden in de wet en in de rechtspositiebesluiten. Hierin is echter niet veel meer te vinden dan dat de directie onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag belast is met het leidinggeven aan de school. Boven aangeduide dubbele rol van beheersmatig, organisatorisch manager en onderwijsinhoudelijke leidinggevende kan leiden tot
potentiële spanningen die voortkomen uit een confrontatie van loyaliteiten. Als manager moet de schoolleider beslissingen nemen die in het belang zijn van het beheer en de organisatie. Als inhoudelijk leidinggever stuurt hij docenten aan. De twee rollen kunnen met elkaar interfereren, omdat het organisatorisch belang niet automatisch ook het belang van de docent hoeft te zijn. Het spanningsveld dat hierdoor ontstaat is karakteristiek voor het werk van schoolleiders. Vandaar dat we heel veel gaan inzetten in het professionaliseren van schoolleiders middels trainingen. De inspecteurs. Het inspectieapparaat wordt herzien met beter opgeleide bestaande en nieuwe aangestelde inspecteurs. Vernieuwde instrumenten en geleidelijk aan op afstand gezet met een inspecteur-generaal aan de leiding. Ouders. Ouderbetrokkenheid bij onderwijs van kinderen is van groot belang. Bewustwordingsprogramma's zullen worden opgezet om ouderparticipatie in het onderwijs te bevorderen in stad, districten, resorten en wijken. Wat zien we als de prioriteiten voor het schooljaar 2024-2025? Laten we beginnen met onze directie Algemeen Vormend Onderwijs, AVO. Nummer 1. Herzien de versie voortgangsrapporten leerjaar 1 tot en met 10. 2. Voortgang extra aandacht scholen vanaf 15 november 2024. 3. Implementatie van nieuwe leerboeken voor leerjaar 1 tot en met 8. 4. Inlopen leerachterstanden door middel van extra aandachtsklassen. Zorgcoördinatoren in de basisscholen opleiden en inzetten. 6. Basisschoolbegeleiders in de basisscholen voor begeleiden van leerlingen met leerproblemen in rekenen en Nederlands. 7. Professionalisering van leerkrachten voor leerjaar 3 tot en met leerjaar 8 en leerjaar 9 tot 12 in ontwikkelingsgericht onderwijs. 8. Voorzetten van ontwikkelingsgericht onderwijs in de basisscholen tot leerjaar 1 tot en met 10. 9. Uitbreiding van 4 science lokalen in 4 districten, Nikeri, Para, Mungo en Paramaribo. De opening van de eerste is op Mungo Tapu, de dato 25 oktober 2024 en de tweede op SPI, de dato 15 oktober 2024. 10. Verbetering van de connectiviteit in het binnenland. 11. Opening basisschool Manlobby op 17 oktober 2024. 12. Opening basisschool Goede Olo medio november 2024. 13. Ontwikkelingsgericht onderwijs module 6 stream onderwijs. 14. Ontwikkelingsgericht onderwijs module 7 reflectie en talentontwikkeling. Beroepsonderwijs. Dit schooljaar zullen we de schijnwerper extra werpen op de cruciale rol van beroepsonderwijs in het behalen van duurzame ontwikkelingsdoelen SDG 4 en SDG 8. Dit tot doel heeft inclusief een rechtvaardig kwaliteitsonderwijs voor iedereen te garanderen. Versterken van de doorstroom van het beroepsonderwijs naar hoger onderwijs is erg van belang. Het beroepsonderwijs heeft de kracht om individuen via korte en langere leertrajecten praktische vaardigheden aan te leren waar de moderne beroepsbevolking behoefte aan heeft. Het is belangrijk dat wij als land meegaan met snel evoluerende industrieën, technologische vooruitgang en ervoor zorgen gekwalificeerd personeel op te leiden, vooral in de sectoren waar er wereldwijd een groeiende vraag is, zoals data, analyse, cybersecurity, gezondheidszorg, onderwijs en productie. Hiervoor zal een commissie worden opgezet voor het verbeteren van de loopbaanontwikkeling en doorstroom binnen het beroepsonderwijs. Inmiddels is de bouw en inrichting van 2 campussen, Mungo Tapu en Para, in de afrondende fase. Ook in het district Brokopondo komt er een campus opzet met een VOS-scholengemeenschap, met ondersteuning van CGN en het Fonds voor Duurzame Ontwikkeling. Daarnaast wordt gewerkt aan de inrichting van 4 praktijkcentra. Maar ook voor het hoger onderwijs de aandacht richten op maatregelen om de toegankelijkheid van leerlingen binnen het beroepsonderwijs en voortgezet onderwijs naar hoger onderwijs te verbeteren, gericht op levenslang leren met een focus op integratie van digitale geletterdheid,
groene vaardigheden en innovatie baant de weg naar economische stabiliteit en sociale mobiliteit. De bevolking de mogelijkheden bieden voor technische en praktische dingen op verschillende niveaus zal de vaardigheidskloof in veel sectoren aanpakken en kansen bieden voor eerlijk werk en economische groei. Dat heeft allemaal betrekking op SDG 8. Daartoe zal curriculumontwikkeling worden opgevoerd om in het aanbod aan beroepsopleidingen gevalideerde opleidingen aan te bieden met die state-of-the-art competenties. Het is duidelijk dat het beroepsonderwijs een doorslaggevend instrument is voor het opbouwen van veerkrachtige samenleving en het bevorderen van duurzame ontwikkeling. Dit gaan we samen doen door partnerschappen aan te gaan met het bedrijfsleven en andere actoren vanuit het beroepenveld en de arbeidsmarkt. Bij het vormgeven van onderwijsbeleid dient het ook gericht te zijn op de dynamiek die zich in onze samenleving voltrekt. Dit noopt tot toekomstgerichtheid. Daarom moeten we af van het conservatisme in denken over ons onderwijs. Het denken over de maatschappelijke betekenis van het onderwijs in politiek-bestuurlijke kring vertoont volgens mij dan ook wisselvallige trekken. Veranderende omstandigheden leiden niet zelden tot nieuwe inzichten, zeker tot koerswijzigingen in het beleid. Suriname is goed op weg met het onderwijsvernieuwingsproces en we moeten volhouden. Kortom, het is mooi als leerlingen ook in de toekomst kunnen terugkijken op een goede schooltijd en een feestelijke diploma-uitreiking. Maar belangrijker is dat leerlingen met vertrouwen kunnen vooruitkijken naar hun eigen toekomst, omdat ze de kansen kregen die bij hun mogelijkheden hoorden, omdat het Surinaamse onderwijs ze goed voorbereidt op hun plek in de maatschappij en hun eerste baan. En omdat ze weten dat ze later met plezier kunnen terugkeren naar het onderwijs voor hun nieuwe baan of carrière switch. Bijvoorbeeld omdat ze alsnog zelf leraar willen worden. Toekomstgerichtheid. Het onderwijs moet zich blijven aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Met de juiste focus en keuze kan het Surinaams onderwijssysteem de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Cultuur. Ik wil ook stilstaan bij de waarde van kunstcultuur en ons cultuurerfgoed voor onze samenleving. Het bevorderen van kunst- en cultuureducatie blijft een prioriteit van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Het is onze taak om jonge generaties de kracht van creativiteit en culturele expressie mee te geven, zodat zij de dragers worden van onze rijke tradities. Tegelijkertijd moeten we ons inzetten voor het behoud van ons cultureel erfgoed. Onze gebruiken, waarden, normen, verhalen en ambachten vormen de wortels van onze identiteit. Door deze te beschermen bewaren we niet alleen ons verleden, maar geven we onze cultuur de ruimte om zich verder te ontwikkelen. Daarnaast willen we de culturele en creatieve economie verder stimuleren. Door kunst en cultuur te koppelen aan innovatie en ondernemerschap versterken we onze economie en scheppen we kansen voor duurzame groei. Samen zullen we werken aan een toekomst waarin onze cultuur blijft bloeien en groeien. Ik ga eindigen met een toepasselijk citaat van Nelson Mandela over de waarde en het belang van onderwijs. One of the most difficult things is not to change society, but to change yourself. Wat vrij vertaald betekent, een van de moeilijkste dingen is niet de maatschappij veranderen, maar beginnen jezelf te veranderen. Ik wens u allen een mooi schooljaar 2024-2025 toe. God, oh, dear, we fail.